It's number one. Goedemiddag allemaal, we zijn op weg naar Duinrol. In Duinrol wordt een nieuwe attractie gepresenteerd, een Gerslauer Skyfly. Echt een fantastische machine vind ik dat. Daarom gaan we ook even kijken naar de presentatie. Ik ga een iets andere video maken dan normaal. Normaal gaan we naar attractieparken en gaan we dingen laten zien. Maar vorig heb ik dat ook gedaan. Ik heb top 10'tjes natuurlijk gemaakt. Maar ook Baron bijvoorbeeld bezocht. Hè? De opening van de Baron. Dat zijn toch net iets andere video's. En ja, die reviews en die stukvideo's zijn allemaal wel leuk. Hè? Dat je dan een attractie filmt. Maar in de buurt wat een beetje te bereiden is, hebben we natuurlijk allemaal al een beetje bezocht. Je moet alsmaar verder voor nieuwe video's. En ja, dit is misschien ook wel eens een keer leuk om te zien hoe dat in zijn werk gaat. We zijn op weg naar Wassenaar, naar Duinrol. En dan laten we gewoon even een beetje zien hoe dat ruilt er zelf bij zijn presentatie. Want bij de meeste attractieparken is dat wel ongeveer een beetje gelijk. Dus ja, we staan bijna in de rij bij Wassenaar. Dus, kijk, we zijn er al. Zo snel kan het zijn. Het treintje staat al klaar. Met de boemeltrein. Onderweg allemaal Duinrol muziek. Dus ja, meezingen. Poedelen, poedelen, poedelen. Lekker in het water. Poedelen, poedelen, ja. Ja, dat ken jij niet, hè? Daar ben ik mee opgegroeid met die show. Ja, ja, ik niet. Ja. Ik heb hem eerder twee keer gezien met jou, jongen. Ja, dat is ook een kinderprogramma. Voor de kinderen eigenlijk leuk. Huisje van de eigenaar, die woont hier nog steeds. Oké, een binnenbadje heeft hij om van zichzelf. Ach, joh, netjes. Hij gaat niet een tikkiebad. Nou, we zijn bij de loods aangekomen. Jongen, dat zei je onze presentatie. Het is achter de schermen bij Duinrol. Ach, leuk voor in de tuin, schat. Kikkertjes. Nou, dan zijn we dus in de loods. Er is een heel groot scherm opgehangen en daar gaan we dadelijk kijken hoe het er allemaal uitziet. Kijk, dat wordt hem. En waar hij gaat staan is voor de kikker achtbaan en naast de Mad Mill. Dus dat is voor mij het treintje voor. Ja, het zwembad. We zullen daar ook nog eens even gaan kijken. Ik wil allereerst jullie allemaal enorm welkom heten. En dat doe ik namens mijn vader, hier, namens mijn moeder, zit hiervoor, en namens mijn broer. Ik weet ook niet waar die is. Ah, Phil. Een echt familiebedrijf. En dat, ik had het net met iemand anders had ik het over, dat is in deze tijd in onze branche is dat best wel bijzonder. En we zijn ook bijzonder trots dat wij dat nog steeds zijn. En dat zijn we van plan om er een hele tijd te blijven. Een bedrijf dat in 1935 is gestart eigenlijk met de opening van het landgoed. Waar we nu staan. En in 1960 is mijn vader eens teruggekomen uit Singapore. En die zei, nou dit vind ik ontzettend leuk om dit bedrijf, wat het nu is, om het te gaan starten. Dat is 56 jaar geleden. En ik vind het ook ontzettend fijn. En daar ben ik onwijs trots op. Dat vind ik een heerlijk gevoel dat mijn vader en mijn moeder hier allebei aanwezig zijn bij de bekendmaking. Nou, dat komt gelijk allemaal van deze nieuwe attractie. Dat vind ik heel erg fijn. In deze locatie, die eigenlijk natuurlijk ontzettend bijzonder is. Normaal zit je bij een attractie en dan ga je het echt openen. En dan gaan we het daarna allemaal proberen. Nou, dat is nu allemaal totaal niet het geval. Misschien een beetje een soort van modern jasje. Je gaat het langzaam, dan ga je zeg maar eerst de naam en de bouwplaats. En nou, zo ga je dat gaan wat doen. Dus het is heel gek, deze loods hebben we afgelopen winter gebouwd, de winter daarvoor eigenlijk. En we dachten, nou we gaan dat in deze loods doen. Heel gek natuurlijk, maar dan heb je een beetje het gevoel van achter de schermen. Een beetje een soort van primeurtje achter de schermen, dat is allemaal niet echt. Daar staat iemand, dat gaat worden, een bouwtekening. Dadelijk komt hier op het scherm, gaat er nu wat gebeuren. En hier achter dat rode gordijn, ja, dan kunnen jullie ook wel raden, daar zal er dadelijk ook iets gaan gebeuren. Dat vind ik altijd leuk als ik een speech heb, schrijf ik wat dingen op en uiteindelijk ga ik allemaal van links naar rechts, dus sorry daarvoor. Maar ja, ik zei het al, wat voor ontzettend mooie baan ik heb. En ik zeg altijd, ik heb de mooiste baan in Nederland, of mijn broer en ik hebben de mooiste baan in Nederland. En dat vinden wij ook echt. Het is altijd in beweging, altijd nieuwe dingen. Wie kan nou zeggen van hetzelfde, nou, ja, we gaan naar het buitenland toe, we gaan kijken op internet en dan gaan we ergens anders gaan een attractie proberen en dat eventueel nog eens een keer echt kopen. Weet je, sommigen doen natuurlijk op de computer, kan je die spelletjes allemaal doen, maar wij kunnen dat echt ook doen. En vervolgens als je het gekocht hebt, kan je het natuurlijk openen, maar dan kan je ook zien zeg maar, hoe de mensen daar allemaal plezier van hebben, plezier van maken. Dat is toch altijd wel heel leuk. Weet je, we hebben een landgoed, mijn vader is dat gestart, het is een familiebedrijf en we verkopen eigenlijk plezier aan alle gasten die zeg maar, die daar gebruik van maken. Dat is natuurlijk wel een heerlijke combinatie van dingen. Daar ben ik heel trots op en daar ben ik heel blij om dat ik dat kan doen.
Vandaag is het bijzonder, een hele bijzondere dag. En nogmaals, ik zei net ook dat we het een beetje een andere manier doen dan anders. Ik kan me nog voorstellen, ik kan me nog herinneren, de Dragonfly, dat was een andere attractie die we geopend hadden. En die stond er al helemaal, maar we wilden wel de naam en zo, wilden we wel weet je, geheim houden. Ik weet nog wel dat het best wel moeilijk is als die hele attractie er ook werkelijk staat. Hè, die staat er ook echt, ik zie Jasper daar. En al die karretjes zijn allemaal gethematiseerd in die attractie en in die naam en in die thematisering. En dat wil je toch geheim houden. En toen is volgens mij bij de eerste rit, ik zie Jasper aan te kijken, daar is alles was afgeplakt. Het was een onmogelijk gedoe, een achtbaan waar je alles afplakt. Want die gaat dan op een gegeven moment, die gaat hier en dat waait er dan natuurlijk allemaal een beetje af en dan allemaal ingewikkeld. Maar het is toch heel goed gelukt, Jasper. Alleen nu doen we dat iets anders. Ik heb, dus dan is het belangrijk, wat is het nou? Wat is de attractie? En waarom nou deze? Daar heb ik een aantal dingen opgeschreven. Het is een doe-attractie. En ik vind altijd doen, en we hebben een heleboel doe-attracties in Duinland. Vroeger heeft mijn vader verzonnen. Doe-doe-doe-de-Duinland-dag. Ik had liedje nog steeds doe-doe-doe-de-Duinland-dag. Daar kijk ik even op. Nou, dat was vroeger. Maar het fenomeen van doen, als je iets zelf doet, dan vind je het leuk. En dan wil je het ook vaker doen. En zeker als je jezelf elke keer kan verbeteren. Dan maakt een attractie het ontzettend leuk. Dit is een doe-attractie. Je kunt jezelf ook verbeteren, heb ik ooit net zei. Je hebt dit. Mijn zoontje die speelt te veel spelletjes op de televisie, vind ik. Of op zijn iPad of telefoon, al die schermen allemaal. Nou, kijk, maar hier kan je dus. Nou, oké, het hoeft niet in de pers te komen, want dan lees mijn zoontje weer. Oké, zeker niet door jou. Maar. En hier kan je hier alle spelletjes eindelijk dingen doen, maar hier kan je het dus echt doen. Naar buiten, van die schermen af, gewoon hier kan je het dan echt doen. Hij gaat hoog en hij gaat snel. Het is een onwijs mooi uitzicht. Het is heel spannend. Ik heb uiteraard met mijn broer geprobeerd, dus daar ga ik nog even meer over vertellen. Mijn vader van 26, iedereen boven de 1,25, dan ben je ongeveer 6 à 7, hangt een beetje af van je lengte, maar iedereen van boven de 1,25 mag het doen. En dan mag je het doen tot wanneer je wil. Mijn vader is 86, die heeft het nog niet gedaan, maar ik weet zeker dat hij het gaat doen. Ik zie me een beetje zuinig lachen daar, maar daar wil ik naar aantonen, je kan het gewoon doen. Eigenlijk van 6, 7 tot 100 kan je het doen. Het is super voor het hele gezin. Hij is stuur. Je moet er wel durven. Je kunt daarin vliegen. Elke persoon beleeft alles. Je kunt per rit, als je wil, ongeveer 40 keer over de kop. Moet je wel kunnen doen, het andere verhaal. Je kan ook helemaal niet over de kop, kan ook. Dus dat kan je allemaal zelf beïnvloeden. Ander belangrijk ding, hij bestaat nog niet in Nederland. En hij is exclusief voor Duinland. De hele tijd. Het is ingebed in de natuur, dat vind ik altijd heel belangrijk. Daarom is een landgoed, heel veel bomen, heel veel groen, prachtig mooie oude bomen. En de attracties bouwen in de natuur en in de bomen, tussen de bomen. En tot slot, en dat vinden wij ontzettend belangrijk, het is een onwijze, echt een hele leuke kijkattractie voor de mensen die eromheen staan. Ik ga er nu mee stoppen, ik ga niet langer jullie in spanning houden. Ik ga zaken op deze. Dus niet nu gesprek, dat is niet echt een probleem. Ik ga daar deze knop drukken en dan zal de naam, het thema en de ambassadeur zal bekend worden gemaakt. Nou, hallo allemaal, mijn naam is Ed en de komende weken komen jullie hier op ons YouTube-kanaal alles te weten over onze nieuwe attractie. In deze aflevering maken we de naam en het thema bekend. Blijf dus zeker kijken. En de attractie die we hier achter aan het bouwen zijn, heeft alles te maken met dit. En de huidige eigenaar zijn er natuurlijk trots als een pauw bij. Met de mascotte Rick. En het vliegtuig die als goed is later bij de attractie komt te hangen. We zijn met het treintje naar de locatie gebracht waar dat ding komt te staan. Dus dat is tegenover de Kikker 8-baan. Bij de Splash en alles in de buurt.
even gevraagd, ja, waarom hier? Vinden ze mooi passen. Want ik had hem persoonlijk erachter gezet, dan heb je veel meer ruimte. Maar ze zetten liever alles graag bij elkaar. Swing wel daar, splash daar. En dan hier de kickachtbaan en dan de gasflyer, ja, skyflyer. En ik sta zelf boven op het tikibad. Dit is de stroomversnelling, maar die is gesloten, die is een onderhoud. We zijn een beetje aan het opknappen. En er moet ook een en ander aangepast worden binnen. We komen dit jaar hierop terug. We zullen hier zeker naartoe gaan. Kijk, daar rijdt het treintje. Dus we zullen daar weer instappen. Je ziet ons vrij weinig, het is alleen maar op de beton. Dus ik kan wel eens even voor illustratie even een foto laten zien van zo'n soortgelijke attractie. Zo, lopen we even dichter op het terrein. Zijn de werklui, zijn lekker bezig. Er wordt een wachtrij, uitgang. Zie ik al. Ook voor minder valide, toegankelijk. En dan staat hij hier, zeg maar, op een podium. En dan komt hij zo. Dan staan we nu aan het vooraanzicht. Komt hij zo te staan. En dan heeft hij een extra pleintje. Zal dat al gecreëerd worden. De walwinst wordt minder mogelijk gemaakt door deze sterke heren. Ook het logo van de attractie. Walwinst. Zo, we rijden ook nog even langs een zwembad. Daar wordt ook een of ander nog aangedaan. Ze hebben al de buitenkant gerenoveerd. Ik weet niet zo goed zien, maar dat valt ook niet zoveel aan te zien. Het ziet er wat netter uit. En binnen zou ook nog een of ander veranderd gaan worden. Maar dan komt de tijd. Tikkie was ook een en ander aangepast. De rotsies. Nieuwe playground, nieuwe busjes. Eerste verdieping in het restaurant uit. Dat is nieuw. Tikkie wat. Hey, ik heb nog voor de kaanduiken worden gehad. Kijk, dat is goed geregeld, hè? Eten. Zijn jullie helemaal op de hoogte? We gaan weer naar de uitgang in de auto. 21 april gaat de attractie open. En dan gaan we gegarandeerd weer terug en dan gaan we uittesten. Ik zou zeggen, jongens, houd in de gaten, extreme rides. En we zien elkaar dan.